Ondertekening en genderprojectdocument. Het Enabling Gender Responsive Disaster Recovery, Climate and Environmental Resilience in the Caribbean project wordt aangestuurd vanuit UNDP Barbados en wordt in 9 landen in het Caribisch gebied uitgevoerd, waaronder Suriname. Op dinsdag 13 augustus heeft de ondertekening van het N-Gender projectdocument plaatsgevonden door de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putri Dewi Amatsumarto. Het N-Gender project heeft het navolgende tot doel, namelijk het verder integreren van gender equality en een mensenrechtenbenadering voor wat betreft acties in zaken climate change, environment, als ook disaster recovery en het identificeren en aanpakken van de eventuele kloven opdat mannen, vrouwen, jongens als ook meisjes gelijke toegang hebben tot oplossingen in dit verband. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.